Na een nachtje varen bereiken we Kopenhagen. Dit is de hoofdstad van Denemarken met meer dan 500.000 inwoners. Ze is het culturele en economische centrum. Een van de belangrijkste toeristische attracties is de kleine zeemeermin, naar een sprookje van Hans Christian Andersen. Dit beeld werd gemaakt door Edward Eriksen in opdracht van de brouwerij Carlsberg en maakte deze het voorwerp uit van diverse vernielingen en beschadigingen. Op 24 april 1964 werd het beeld voor de derde maal onthoofd. Twee keer heeft ze een boerka aangehad en in mei 2007 werd ze uitgedost met een hoofddoekje. In 2010 werd het beeld naar Shanghai getransporteerd om daar te worden tentoongesteld op de wereldtentoonstelling. Uit protest werd ze vervangen door een geraamte. De meeste monumentale panden in Kopenhagen dateren uit de 17e eeuw. De historische ferrybuilding was decennia lang een vervoersknooppunt voor de passagiers. Vandaag is het een ambachtelijke markt. Wandelend langs de kerk van de Heilige Geest bereiken we de aanlegsteiger voor onze avondrondvaart. De stad is vooral bekend voor zijn moderne architectuur, maar heel wat oude pakhuizen werden er gerestaureerd en omgebouwd tot loften. Vanaf de waterkant heb je zicht op verschillende interessante gebouwen, restaurants, musea en het futuristisch operagebouw uit 2005. Hier ligt ook het jacht van Margaretha II, vorstin van de Denen. Bij het zeemeerminnetje draait de boot om via dezelfde weg terug naar onze aanlegsteiger te varen. In de kanalen vind je er buiten exclusieve appartementsgebouwen ook woonboten. Alvarend ontdekken we de Vrijstraat Christiania met de oude havenhuisjes en pakhuizen die werden omgevormd tot woningen en horecabedrijven. Kopenhagen heeft een band met water. Dit is onmiskenbaar. Deze avond vertrekken we richting Stockholm in Zweden. Het wordt deze keer een zeer lange vaart.